allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Ja hoor, het is weer vrijdag en dat betekent weer lekker weekend en lekker twee dagen de tijd om lekker uit te slapen. Binnenkort gaan we dus naar de Efteling. En er komen nog een hele hoop leuke vlogs komen eraan, waaronder ook dus de Efteling en ook de terugblik. Een terugblik van een eerste jaar hier op het kanaal. Het eerste jaar It's Ultrax. En daar wil ik een soort mini-reportages van maken met in verschillende delen. Waar ik dus alle terugblikken of alle... in alle afleveringen dus terugblik op mijn eerste jaar als YouTuber. Nou, ik ga zo even lekker op eten en dan ga ik vanavond denk ik nog even een livestreamje opnemen. Natuurlijk, zondag komt Ramon voor mijn haar, want het begint alweer aardig lang te worden. Het is alweer een maand geleden dat ik naar de kapper geweest ben. Dus het is wel weer eens even nodig en dan ga ik eventjes lekker mijn haar scheren. Vandaag is mijn auto weer weg. Heb ik mijn auto weer weggebracht. En ik moet even twee weken wachten. Want de klink is kapot van mijn deur. En het gaat me weer geld kosten. Ruim 100 euro. Dus daar ben ik weer lekker mee. Ja. Het begint wel erg. De laatste tijd moest ik nieuwe remblokjes moesten erop. En er moesten... nieuwe distributieriem in. En nou is er weer problemen met de deurklink. Dus het is de laatste tijd een beetje erg veel onkosten aan mijn autootje. Dat heb ik een jaar, de afgelopen 9 jaar nog niet meegemaakt. Maar nu heb ik toch wat kleine reparaties die gepleegd moeten worden aan mijn autootje. Januari wordt hij alweer 10, dus ja. Hij begint al een beetje op leeftijd te raken, mijn autootje natuurlijk. Ik hoop dat ik er nog wel een aantal jaar mee kan rijden. Dat moet zeker weten lukken. Maar hij wordt alweer 10, dat gele banaantje, zoals Quincy zei. Hij wordt alweer 10, dus dan krijg je wel onkost op een gegeven moment, hè. Dus vandaar. Nou, ik ga even lekker op je eten zo. En de poesjes zijn weer blij dat ik weer thuis ben. Ik heb even lekker de kachel al gezet. Ik vond het weer koud. Het was weer een koude dag vandaag. Zonnetje was lekker, maar we stonden frisse wind. En het was best wel frissies was het. Dus ik heb ook ontzettend veel zin in vanavond weer lekker gezellig een livestreamje doen. Ik weet niet of dat Joost ook nog komt. Maar dat gaan we wel zien. Rob zou als goed is wel komen. Dus gaan we weer gewoon even lekker 2 uurtjes nog even lekker Quent of Auto spelen. Dus daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Nou, ik ga het eventjes hangen. En eventjes nog een beetje de vlog van gisteren even klaarmaken. Ik moet de vlog van eergisteren nog terugkijken. De vlog van gisteren moet nog maken. En ik ben alweer aan de vlog van vandaag bezig met opnemen, dus zoals je ziet. En dat moet ook even gebeuren. Dan loop ik tenminste weer niet verder achter. Want ik begin nu al 2 dagen achter te lopen. Dus het is wel weer nodig dat ik eventjes weer wat werk ga verzetten om alles weer bij te benen. Nou, ik ga even lekker even happy eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, het is... bij 10 is het 10:30 al zo. Het is al laat geworden. Ja, ik heb na het eten niet meer kunnen filmen. Want ik heb daarna gelijk een livestream gedaan. Iedereen was ineens om 7:30 alweer op GTA te vinden op de PlayStation. Dus ik ben ook na het eten thuisgekomen en gelijk de computer aangezet om GTA te streamen. 2 uur lekker gefilmd. Of 2 uur lekker gestreamd. Samen met Rob. En met Michael. En het was gezellig. En ik ben nu lekker nog even lekker ouderwets zeggens aan het kijken. En ik heb niet veel te melden meer. Ja, ik
wordt een beetje korter. En elke keer als ik zeg van nou, het wordt vandaag een korte vlog, dan blijkt het toch nog een minuut of 10 te wezen. Maar ja, ik ga hem zo even uitzetten. Ik ga het nog even zeg eens aankijken. En dan ga ik even kijken wat ik doe. Anders neem ik morgenochtend nog wel even een stukje op. Maar ik, ja, ik ben een beetje moe. Dus ik maak het echt niet laat meer. Ik denk dat ik er over een half uurtje al in leg. Want ik ben gewoon helemaal op. Ja, ik ben best wel moe. Ja, natuurlijk 5 dagen achter elkaar gewerkt. En dan meestal ga ik dat op donderdag of vrijdag zo. Ga ik dat merken. Want dan gaat op een gegeven moment... dan komt de klat erin. En dan heb ik gewoon, ben ik gewoon op na 4, 5 dagen werken. Dat heb ik altijd. En dat is ook helemaal niet erg. En dan moet je gewoon even je rust pakken. En dan komt het allemaal wel weer vanzelf goed. Terwijl ik lekker naar Boekito zit te kijken. Die heerlijk in zijn mandje ligt. Hé, Boekito. Leg je lekker in je mandje, Piesje. Hé. Oeh, kijk eens wat een geel. En ik heb nog een hele partij boodschappen heb ik nog. Ik moet even uitruimen. Drippie heb je ook nog. Oude Drippie. Hé, hey, oude vriend. Dus vandaar. Dan moet ik ook nog even doen. Even boodschappen eruit halen. En dan ga ik lekker mijn mandje in. Want ik ben best wel zat. Nou, ik kijk even nog wat ik doe. En anders dan film ik morgenochtend nog even een stukje als ik wakker ben. In ieder geval, tot zo. Zo, het is 11 uur en ik ga naar bed toe. Ik ben helemaal kapot en ik heb gewoon zin om lekker naar bed te gaan. Mijn ogen dicht te doen en lekker gewoon een paar uur te slapen. Ik weet nog niet wat ik van het weekend ga doen. Misschien ga ik nog wel een buitenvlogje opnemen. Moet ik even kijken wat ik doe. En ja, we gaan wel zien wat het wordt. De livestream was in ieder geval vanavond was hartstikke gezellig. Met Rob en Michael. En ja, ik heb net nog even lekker zeggen aan zitten kijken. Maar ik voel mijn ogen echt heel zwaar worden. Dus ik ga het bij deze afsluiten. Een hele kleine vlog. Maar ja. Door de week heb ik niet zoveel tijd om lange vlogs op te nemen. En meestal maak ik dat in het weekend wel weer goed. Dus dat, daar hou ik jullie aan. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe even het blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik spreek jullie allemaal morgen weer als ik wat... Oh, als ik wat beter, als ik weer wat wakkerder ben. Ik ben echt helemaal kapot. Zeg, ik heb pijn in mijn poten. En, dribbel op aan de bank. Nou, dribbel, schijn nou eens uit. Hier, heb je dribbel. Kijk, daar heb je oude dribbel. En daar heb je Boekito. Hoppakee, Boekitootje er ook op. Zo. Oude vriend. Hé, hey, oude poes. Ben jij een oude poes? Kijk, zie je, zelfs Boekito valt ervan in slaap. Die is ook helemaal moe. Waarom ga je niet je mandje in, ga je slaapje doen? Oude vriend. Zo. Ik heb trouwens ook nog eventjes wat oude beelden van Samson zitten kijken, mijn oude hond. Die we vorig jaar moesten laten inslapen, jammer genoeg. Ja, het is toch wel weer verdrietig. Als je dan ziet, dan ga je hem echt wel weer missen. Ja, toch een jaar of, wat was het eigenlijk? Het is het eigenlijk geweest? Nou, ruim 10 jaar bij ons geweest. En ja, toch mis ik hem nog wel hoor. Die witte krullenman. Maar ja, het was gewoon, ja, het beestje was gewoon op, ziek, K. En
Ja, we hebben het gewoon moeten laten inslapen, omdat hij gewoon zoveel pijn had. En is het, het is best wel moeilijk, maar ja, dan doe je toch hetgene wat het beste is. En dan laat je zo'n beetje toch inslapen. Echt wel jammer, want we hebben echt hele leuke tijden gehad. Hij zei, ook elke vakantie is hij meegeweest naar Marveld, naar Center Parks. Hij is overal mee naartoe geweest. En als je nu op vakantie gaat, dan heb je toch zoiets van, ja, je mist iemand, je mist je maatje. Dus, ik kijk af en toe nog wel eens even een videootje van hem. Dat vind ik toch wel weer leuk om hem weer heel even te zien. En hem horen blaffen en hem lekker aan de wandel te zien in de bossen. Want hij was helemaal gek op in de bossen wandelen. Maar ja, helaas, die tijd is niet meer helaas. Die tijd is voorbij. Oh, daar gaat het om Burrito. Burrito, je zit in beeld, jij met je dikke kont. Hou vriend. Je hebt wel lekker koffie. Kijk eens zo. Dat was dicht in beeld, zeg. Zo. Die wil ook even dicht in beeld. Kijk eens zo, dribbel. Zit ik dribbel te roepen? Ik zeg altijd dribbel tegen Burrito en Burrito tegen dribbel. Hey, Burrito. Dus vandaar. Nou jongens, kijk, hier op de achtergrond heb je dribbel. Hey. Nou jongens, ik zou zeggen, allemaal de groetjes allemaal. Ja, ik heb het gezegd, doe de blauwe duimpje de lucht in, abonneer. Druk op dat belletje voor elke keer op de hoogte gehouden te worden van een nieuwe video of livestream. Nou, de groetjes allemaal, tot morgen en skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf, poef.